Speedo, Lady en Draki. Zo schat, wat ben je aan het doen? Maar wat ben je aan het spelen? Ja, maar volgens mij heb je ook nog iets op je scherm. Een beeld. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuw vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 23 december 2021. En het is bijna 12:30 in de middag. Ja. Ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuw vlog. Zo, ken je dat? Dat als je dus al vanaf 6 uur wakker bent, dat je dus gewoon niet uit je bed kan komen omdat het zo lekker warm is en buiten koud is. Nee, daarom ben ik er nu pas uit, 12:30. Jee. Maar ik had er ook al vanochtend aan gebeld hoor, dat hij onderweg weg was naar zijn werk. Dus ja, en dan om 6 uur al eruit en even spelletje spelen. Ja, dankjewel, blijf. Zo. Hi. Dus. En nu gaan jullie aan de kant. Zo. Ja, move. Zo gaat het dus hier. Nou, ik ga mijn schoentjes aan doen. Kijk, en dan gaat ze heel zielig liggen. En ik heb net eventjes al een kleed van de bank moeten halen. Kijk, zo ziet het er eigenlijk officieel uit. Met dan met kussens hier langs. Ja. Dus ik ga ze zo uitlaten. Ja, wel. En om 2:30 krijg ik Karin. Ja, dank je. Nu, die gaat op. Nu. Zo, jij ook lopen? Yes, dank je wel. Neem een voorbeeld aan Lady. Hoe zij doet. Ga liggen. Oh, knuffel, dacht ik al. Ja, 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 maar je hoeft me niet helemaal af te likken, hoor. Nee. Wil je ook knuffel dan? Oeh, nou, kom hier. Knuff, kom hier dan. Kom hoog. Nee, kom hoog dan. Kom, hoog. Oh ja, knuffel. Zo, mag ik mijn schoenen aandoen? Dan ga ik zo. En dan wil ik niks horen. En ik ga daar mijn schoenen aandoen. Zo. Het kan dan nu wel net bijna 16:30 wezen, 16:19 uur. Maar ik heb hier wat lekkers voor mijn croissantje met kaas en jam. Oeh, ik heb er zin in. Een beetje warm gemaakt in de magnetron. Lekker. Alleen dit en dit lust rauw niet. Heel raar. Maar dat heeft niet. Maar ik wel. Lekker. Ik ga het even eten. Tot straks als rood er is. Want rood is rond. Als is thuis. Ja, ik weet niet waar ik vandaag last van heb. Maar ik ben gewoon moe. Ik ben niet voor uit te branden. Helemaal niet. Ik weet niet of jullie het aan mijn ogen zien. Maar die staan gewoon op 10:30. Echt al de hele dag. Ik kan wel een gat in de dag slapen. Ik ben gewoon moe vandaag. Wil ik echt heel veel wou doen, hè? Ja, zeker, ik ben gewoon moe. Echt, mij. Dan denk je van, oh ja, weet je, het is mooi weer en alles, maar daar vergis je toch wel in, hoor. Maar alsnog, ik ben gewoon moe. Ik snap het niet, ik weet het niet. En ik wou zoveel doen. En dat komt er gewoon vandaag niet van. Nee. Mijn haar, dat zit ook niet vandaag. Ja. Blijft gewoon staan. Ik wil die kant op. Mag dat? Ik wil die kant op. Kijk. Nou, zo en zo erg is het ook nog niet. Wat? Is je etensbak leeg? Kom, heet hij?
Nee, dat is niet. Kom, kom hier. Ja, je mag er wel bij, maar we gaan niet gooien. Nee, zo werkt dat niet. Nee, nee. Nee, dat is nee, dat is niet voor jou. Nee, echt niet. Dat is lekker voor Lady. Want je hebt al lekker schat. Loffer heeft al lekker schat. En er werd nou gevraagd wat en wat voor move jij deed. Ja. Nou, kom. Hey. Nee, dat is ook niet voor jou. Je hebt al lekker schat en je zus ook. Maar dat is voor Lady. Mijn Lady die ligt even lekker te pitten. Hm? Nee, je bent wel lief. Zo. Ja, dank je. Hé. Oh, ditje. Nou, hoppel. Hoppel. Goed zo. Wat ik eigenlijk nu even aan het doen ben, dat is gewoon eventjes alvast iets doen voor de vlog. Die morgen online moet komen. Maar daar zeg ik al, ik heb echt... Oh, wat heel... Nergens... Zin in. Ik ben gewoon moe. Ik ben gewoon echt... Ik heb helemaal geen energie vandaag. Gewoon niet. En dan heb ik Karen ook over de vloer gehad. Eventjes een gesprek via Zoom, Teams, weet ik veel wat voor. Maar ja, gewoon met de teamlijsten van in welke categorie Debbie en Karen werken, zeg maar. Dat was dus vroeger mijn begeleidster, Christa. Dus ja, dat is ook wel weer even pittig. Waarschijnlijk ben ik daarom zo moe. Dat ik gewoon even, ja, nu, ja, gewoon weinig energie heb. Kan daardoor komen, ik denk het eigenlijk wel zo. Dat zeg ik. Hoe vaak heb ik al in deze stukje lopen gapen? Vaak genoeg, denk ik. Jeetje, mine. Ach ja. Nou, heb ik bijna al in, nou ja, bijna. Ik heb al deels van twee vlogs dingen gedaan. Die dus morgen en overmorgen online moeten gaan komen. Jee, joepie de poepie. Eventjes tussenstukjes in. Want ik haat knippen. Ik ga gewoon wegslepen wat er wat weg moet. En soms dan moet ik wel knippen, maar ik ben niet zoals een Enzo die echt knipt, 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 dat je het ziet. Knip. En dan gaat hij. En dan zie je echt het overspringetjes. Ja, je kan ervan houden, maar ik. Nee. Ik kijk dan wel heel graag gewoon Enzo. Maar ik. Ja, als ik samen met Ro ga kijken, dan hoor ik in één keer naast mij. Door Ro, knip. 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 Oké. Okay. Dat is dat. Kijk, dit liggen ook. Een beetje scherp. Mag wel. Zo. Speedo, Lady en Draki. We hebben daar Jitty. En waar Lovely ligt, weet ik niet. Nee. Oh, wat zo gezellig is zo. Ja, heel gezellig. Ja. Zo, schat, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn telefoon aan het spelen. Maar wat ben je aan het spelen? Ja, met mijn telefoon. Ja, maar volgens mij heb je ook en ook nog iets op je scherm op je telefoon. Ja, een beeld. Ja, een beeld. Bedoel ik. Hey, scherm op je. Ja, oké. Okay. Maar vertel, wat voor spel ben je aan het spelen? Het grote pokerspel. Vertel het eens even aan de kijkers. Kijkers. Zit nou weer. Nee, nee. Wacht ermee. Ik snap het niet meer. Ik kan niet meer verder. Rotspel. Waarom is dat een rotspel dan? Ja, dat je niet verder kan. Waarom is dat een rotspel? Vertel. Omdat je niet verder kan. Waarom niet? En je bent aan het eten. Zeg, nou, ik wil gaan pokeball. Nou, dat kan. Maar dan komen we met Pokémons aanzetten. Dat is weer wat anders. Dat kan je opeten. Niet? Nee. Jammer. Beetje jammer wel, ja, maar toch. Ja. Dus dan zie je een leuke Pokémon in het spel zitten, maar daar kan je niet bij, want die zit niet in de buurt. Dus je kan niet vangen. Nee. Maar je weet wel dat die er is. Ja. Te handig. Ja.
En dan kan je een Pokémon evolven. Dan krijgen ze een sterkere, grotere Pokémon voor. Van hetzelfde type, maar dan groter, sterker en anders. Maar daar heb je dus van die specifieke candies of snoepjes voor nodig. Van de betreffende Pokémon Rings. Type, ja. Evolvement, weet ik wat. Mm-hmm. En als je niet genoeg hebt, dan moet je nog meer van die Pokémons vangen. Van hetzelfde type. Ja. Dan krijg je weer 3 snoepjes per keer. Tenzij je een, weet ik wat, een pineapple berry. Zeg maar een ananas aan het beest geeft. Dan krijg je 2 keer zoveel candies. Ja. Dus in plaats van 3 krijg je er 6. Ja. Maar gooi je die Pokémon dan weer weg aan de professor, krijg je 1 candy weer terug. Dat is handig. Maar je kan ook zeggen, dat ik moet dat Pokémon ding als mijn buddy, mijn vriendje. En je gaat daarmee lopen, nou misschien... kilometer mee lopen, dat is dus die goudvis, zeg maar. Ja. Dan krijg je 1 candy per kilometer, dat is wel lekker veel. Ja. Maar heb je nou een vreselijke rare Pokémon, zoals een Ho-Oh of zoiets, weet ik het. Of een Meltang. Ja. Dan moet je er 20 kilometer mee lopen, dan krijg je maar 1 candy. Ja. Dat is handig, toch? Ja, dat is niet handig. Niet. Maar gelukkig zijn er quests en dergelijke. Of met zoveel kilometer lopen krijg je ook weer een bonus van het een of het ander. En daar zitten van die Lucky Balls bij. Ja, dat is mooi. Dus als je die aan je Pokémon opvoert, die waarvan je heel lang moet lopen en die je niet vaak kan krijgen, dan krijg je daar 1 candy voor terug. Dat is spannend. Zoals een Meltang, dan krijg je dus 1 candy, dat is 20 kilometer lopen. Scheelt je. Schuld weer. Nou weer. Dus. Dus dat. Wou die even kwijt. Zo. Dat was alweer onze eerste kerstdag. Ook jullie eerste kerstdag. Ik hoop dat jullie leuke dingen hebben gedaan. Wij even gewoon lekker thuis blijven. Lekker knus, lekker op de bank. Heerlijk. Kan ook allemaal. Lekker met cadeautjes. Jullie hebben het kunnen zien. We hebben genoten. En we hebben lekker hapjes gehad. Mocht je mij nog niet volgen op Insta, dat ken je het altijd. Gewoon dolfijntje met 2 keer x'jes. Ik zal mijn... Insta eventjes ook hier even onder zetten. Dus ja, ik zou zeggen, heb jij met volle teugen genoten uit deze vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan het blauwe duimpje niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En dan, zien we jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Hey, dankjewel voor het kijken. Doei!